Ze lijken massaal van de aardbodem verdwenen, maar ondergronds leeft de scene nog steeds voort. Elk weekend strak in het pak om zo de hele nacht door te hakken. Ik heb het natuurlijk over de gabbers. Vandaag zijn we in Rotterdam om op pad te gaan met gabber Doris. Ossies, kaal, trainingsbroek en kale hoofd, toch? Ja. Kale kop, Nike's. Ossie aan. Kaal, Air Max. Als ze baantjes hebben, dan is het wel iets van kutbaan, denk ik. Volgens mij hebben de meeste gabbers niet echt een baan. Klotebaan bij de fabriek. Of denk geen werk. Nou, racistisch. Ze negatief staan tegenover bepaalde bevolkingsgroepen. In het algemeen denk ik al dat ze racistisch zijn. Hoi. Hoi. Ik ben Steven, jij bent zeker Joris. Ik ben Joris, ja. Hoi. Hoi. Ja, ik zie het. Ja. Speciaal aangekleed of zie je er altijd? Ik stel altijd zo uit. Wat doen we hier? Ja, dit is mijn stageplek. We zijn een jonge stage, dus we maken een product voor op scholen spelen we een toneelstuk. En we proberen jongeren te inspireren om ook iets te gaan doen met dans of theater of zang. Of... Is het niet raar, een gabber in theater? Ja, zeker. Dat is heel apart. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Ben je nu klaar of wil je er nog even? Nee, ik ben nu klaar. We zijn nu helemaal klaar. Dus wat doen we hier? Niks, we gaan naar mij. Zullen we gaan? Ja, oké. Okay. Een nieuw outfitje aangetrokken? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ben je een vriend uitgenodigd? Ja, dat is een grapje van mijn clan. Beneden bij de voordeur staat gabber Indiaan. Ja. En ik zie hier binnen ook allemaal Indianen. Ja. What the fuck? Nou, dat is een van mijn grootste passies in het leven eigenlijk, Indianen. Ik denk dat het uit vorige levens komt, die gevoelens. Dus jij gelooft in vorige... grote meerdere levens, ja. Okay. Dat is ook mijn spirituele kant. Gabber Indiaan Joris. Gabber Indiaan Joris, ja. Maar wat is dan precies de essentie van het gabber zijn dan? Gabber betekent gewoon vriend. Dat is ook gewoon respect voor elkaar. Het maakt niet uit welke kleur je hebt, gewoon gabber zit van binnen. Met z'n allen hetzelfde denken en hetzelfde voeden en hetzelfde uiten gewoon. En hoe is het dan dat andere lijn met de Lonsdale-jongeren? Want dat zie ik ook al voor me. Ja, je hebt nou sinds rond 2000 is gabber een beetje underground gegaan. Heb je een soort nieuwe stroming gekregen met Lonsdale. En met nou, toch wel best wel wat rechtse bedoelingen zit er ook wel bij. Dan vraag ik ook meteen, heb jij dat ook? Of hoe zit dat? Bedoel, je bent... Ja. Nee, helemaal niet. Nee. Juist door de spirituele. Dus we zijn met de hele wereld samen in één. Gabbers, vrienden, juist, daar gaat, dat vrienden. Is juist, dat is de essentie. Zeker, ja. Het is vrijdag, dus ik neem aan dat er een feest is of dat er iets te doen is. Ja. In de gabbers zien. We gaan naar een huisparty in Limburg. Limburg. Waarom in Limburg? Ja, het is een eindje rijden, maar ja, het komt net zo uit. Maar ik neem aan dat ik niet echt zo mee kan gaan. Of... Nee, zeker niet. Zeker niet, oké. Okay. Oh, dankjewel. Nee, ze komen er echt niet in. Nee, ze komen er echt niet in. Hey, maar je ziet er perfect uit. Ja, vind je het wat? Ja, nee, ik vind je helemaal zeker. Om strak. Zeker, 100%. Ik voel me echt helemaal te klaar te stuiteren. Ja, je hebt er zin in, helemaal hè? Gek, ik ga nu leren hakken. Oké, wacht. Kijk, eerst even een broodje van me. Vet. De basis past eigenlijk om eentje overstaan en achter je dingen. Dat is al een hele goede om dat... Overstaan, achter je dingen. Ja, achter. En wat is dit dan? Want ik zie je er altijd zo... Grap is een beetje verdwaald op een feest. Dat is het gewoon niet meer snappen en dan, ja, wat doe je dan? Dan pak je je hoofd vast, hè? Maar eigenlijk kan ik gewoon van alles doen. Ja, ik krijg gewoon helemaal gek van. Maar kan ik... Juist! Fuck, Joris! Ik ben wel strak, jongens. Ja, nul! Ik heb er gewoon niks van. Heb je zin in? Ja, ik heb wel zin in, man. Oké dan. Want wij staan altijd strak van de kokosal. Ja, excuse me, cocaïne. Maar best veel. Best wel heel erg veel. En ik denk voornamelijk harddrugs. Speed, coca, ecstasy, weed en shit, je toch? Ik denk wel meer als een normale doorsnee Nederlander. Ik denk agressief. Veel geweld ook eigenlijk. Agressiviteit. Agressief. Zijn we hier?
Maar zoveel mensen zijn er niet. Wat is dat? Ja, ik vind het ook best wel meevallen. Ik helemaal een outfitje, zonnebril. Ik vind dat wij gewoon de gabbers van de avond zijn. Ja, hè? Ja, echt waar. Ja, maar ik ben echt helemaal kapot nu. Ik ben kapot, hè? Zal jij nog niet, hè? Ja, ik kan nog wel even gaan, hè? En weet allemaal hoe jij dat volhoudt? Ja, weet je dat dan? Hoe zit het met de drugsgebruik in de scene? Nou, nee, zeker wel 80% van de scene wordt al drugs gebruikt, hè? Ik bedoel, het is wel gewoon, ja, niet iedereen. Maar over het algemeen, ja, wordt het toch wel hier en daar wat puntjes weggesleuteld. Maar hoe zit het? Want je zei dat ook, als ik echt ga gebruiken en ik ben van mezelf al vrij ADHD-achtig. Dat was ja, dat zag je misschien al een beetje al. Ja, maar word je nou ook agressief? Of agressiever? Agressief ben ik nooit, nee. Nee? Misschien wel die uitblik. Maar dat is gewoon niet, ik ben niet agressief of zo, nee. Zeker. Ik wil gewoon lekker wel iets dat je eruit gooit. En de rest, want als ze allemaal mensen zo gaan dansen op elkaar, ja, nee, dan snap ik dat op een gegeven moment gewoon misgaat. Nee, ik vind dat, kijk, natuurlijk zijn er wel feesten waar dingen misgaan, maar dit dat, daar heeft niks met agressiviteit te maken. Dus gewoon dat je eigenlijk lekker in wilt, lekker gewoon je... En, wat zijn je conclusie over gabbers? Nou, we hebben vanmiddag al kunnen zien, je bent heel erg bezig met je toekomst, theater, met je school, top. Je bent niet racistisch en een hele goede sfeer hierachter, geen agressiviteit. Nee, precies, nee. Wel gebruik je drugs en zie je echt op een top gabber uit. Maar ik ook, dus waar hebben we het over? Zeker. Laten we nog een biertje nemen, jij neemt nog een lijntje en laten we gewoon lekker doorgaan. Ik wil je echt respect. Oké, respect jongen. Zeker. Kom op, we gaan. Kom, we gaan. Yeah!